Goedemorgen en leuk dat jullie weer kijken naar Kookeiland. Ik ben Esmeralda en we gaan vandaag weer lekker koken. Het is zaterdagochtend, even kijken, 18 april. Deze vlog komt aankomende vrijdag online. En ik loop dus een beetje achter met vloggen. Maar dat komt door de Pasen, omdat ik jullie toen een extra vlog gegeven heb. Dus ik moet weer een beetje gaan inhalen, zal ik maar zeggen. Dus we gaan lekker koken. Maar ik had nog niet verteld wat ik vandaag ga maken en wat ik ga uitproberen. Nou, ik ga wentelteverrolletjes met appel maken. Ik heb dit recept via, even kijken, leuke recepten. Ik laat het jullie gewoon even zien. Dat is wat makkelijker. Kijk. Even de pc pakken erbij. Kijk. Leuke recepten. Zo heet de pagina. En waarschijnlijk hebben jullie ook al het filmpje voorbij zien komen. Die ik met jullie gedeeld heb. En op dit recept heb ze aardbeien gebruikt. Maar ik ga appel gebruiken omdat ik die nog in huis heb. Weet je wat? We gaan naar de keuken en ik ga jullie laten zien wat we nodig hebben. Nou, we zijn weer in de keuken. Wat hebben we nodig? Ik moest eigenlijk casino brood hebben. Maar die was niet binnengekomen in de supermarkt. Dus ik heb gewoon boerenwit meegenomen. 2 appeltjes. 2 eieren. 250 gram melk. 100 gram suiker. Roomkaas. Ik heb voor Philadelphia gekozen. En een beetje kaneel. We gaan. Het is niet echt een gezond recept. Maar voor een keertje mag het toch wel. En het is weekend. Dus ik zou zeggen, geniet. En we gaan kijken hoe ik het klaar ga maken. Komen jullie dichterbij hoor? Zo, dan ga ik eerst met de appelen beginnen. Ik zit te denken om de schilder gewoon op te laten, want daar zit natuurlijk de meeste vitamintjes bij de appel in. Maar eerst even kijken hoe de appels van binnen eruit zien, want ze liggen al een tijdje in mijn koelkast namelijk. Dus vandaar dat ik ervoor koos om appelen te gebruiken in plaats van aardbeidjes. En hier ga ik blokjes van snijden. De 2 appels zijn gesneden. Alle appeltjes. Het zijn er maar 2. Die doe ik even in een bakkie. Zo. Beetje uitzoomen. Oh, dat gaat altijd fout. Komt. Zo. De appeltjes zijn alvast gesneden. Dan ga ik met het mengsel beginnen voor het brood. Zo. Ik moet ook een beetje nadenken betreft wat ik aan het doen ben. Zo. Ik pak de 2 eieren. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die wel eens wentelteefjes hebben gemaakt.
daar heb ik ook over na zitten denken om te doen. Maar ik dacht, dit is toch even wat specialer. Zo, even. Hoppakee. Even klutsen. Ook al eigeel goed geklutst is. Zo. En dan pakken we de melk. Even een beetje klutsen. Zo. Dan pak ik nog het laatste beetje melk. Dat is dus de reden waarom het slim is om een diep bord te gebruiken. Zo. Dat is klaar. Dus dit ga ik even wegzetten. Nou, dan ga ik de brood erbij pakken. Volgens het recept moet je de korstjes eraf halen. En iets van 12 boterhammen. Nou, we gaan gewoon even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laten we eerst met dit beginnen. Lijkt me wel zo verstandig. Zo. Nou, dan ga ik even de korsten eraf snijden. Ja, en dat is dus de reden waarom het eigenlijk casino brood had moeten zijn. Omdat het dan al vierkant is. En gelijk goed gedaan heb. Maar ik ga dit even allemaal snijden. De korsten eraf, dus ik ben zo weer bij jullie terug. Zo, de korsten zijn van het brood af. Even die kruimeltjes een beetje weg. En dan ga ik met de deegroller ze iets platter. En dan pak ik een beetje de Philadelphia, de roomkaas. Je kan natuurlijk ook een ander merk nemen, als je dat wil. Maar ik vind deze gewoon lekker. Zo. Dan smeer het broodje een beetje in. Mag best wel wat dikker, hè. Het moet wel lekker zijn natuurlijk. Zo. En dan pakken we een paar stukjes appel. Die leg je er zo in. En dan probeer je hem op te rollen. Kijken of het lukt. En dan pak je nog een beetje roomkaas. Hop, daar gaat de appel. Om hem dicht te plakken. Kijk, dan hebben we een mooi rolletje met een appel erin.
Dan ga ik de laatste maken. Ik pak jullie er even dichterbij. Dan kunnen jullie zien wat ik doe. Dus roomkaas. Lekker dik. Wat appeltjes. Die leg je gewoon erop. En dan ga je rollen. En dan pak je nog een beetje roomkaas. De Philadelphia. Zo, dat is voor de rand. Want dan plak je hem zo dicht. Zo, een beetje goed aandrukken. En dan zijn de rolletjes klaar. Dus dan gaan we beginnen met het bakken. Zo, ik heb inmiddels weer het eiermengsel en de melk erbij gepakt. Stond in het receptje een beetje kaneel er nog doorheen. Gaan we dat doen, terwijl het op dat filmpje niet stond. Maar ja, ik ben een kaneelfan, dus ik vind het niet erg. Kijk, zo. Pak je zo'n rolletje. En die rol je dan lekker door het mengsel. Laat je hem even een paar seconden erin leggen. Ik heb nu even een bordje er gepakt, omdat de pan daar staat natuurlijk. En dan kan ik alles gelijk eventjes doen. Zijn klaar en zijn door de mengsel gehaald. Nu ga ik ze in de pan doen. Ik ga jullie even omdraaien. Pakken we de rolletjes. Door het mengsel zijn ze een beetje zacht geworden. Dus ik doe het even zo. En dan ga je ze gewoon lekker bakken. Hou ze even met de tang eruit, want het is best wel heet. Zo. Hoppakee. En zo zijn ze gebakken. Zo, inmiddels ga ik nu het suikermengsel maken. Dus de 100 gram suiker. Zo. En dan gooi ik er nog wat kaneel in. Op. De bedoeling was 1 theelepel, maar ik vind het wel lekker om kaneel te proeven. En dat ga je door elkaar husselen, dat je een beetje mooie bruine gloed krijgt. Zo, en dan pak je het warme rolletje en die rol je dan lekker door de suiker. Zo.
even proeven. Ik hoop dat ik het red, want mijn batterij is weer leeg. Pak ik een beetje wentelteefje met appel en kaas. Kijk. Ik zal zeggen, een echte aanrader voor het weekend. Nou, ik ga afsluiten. Leuk dat je weer hebt gekeken naar Kookeiland. Vind jij dit een leuke vlog? Duimpje omhoog. En wil je me blijven volgen? Word lid en abonneer je. En vergeet het belletje niet. Dan word je altijd op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuwe vlog online zet. En ik zal zeggen, tot de volgende keer. Doei! Ik had afgesloten, ik deed het. Maar ik sta weer boven op de trap, want ik wil jullie wat laten zien. Ro heeft namelijk een nieuwe trein, Lok. En die rijdt nu voorbij. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Daar gaat hij. Voorbij de molentjes. Voor het raam. Dan moet ik even onder de ventilator lamp heen. Maar dat komt goed. En wat vinden jullie van deze nieuwe Lok? Ro vroeg het aan mij of ik het aan jullie wou laten zien. Dus bij deze. Hey, de picknick. En daar gaat die Beatrix kwartier in. Maar nu ga ik echt afsluiten. Dus ik zeg tot de volgende keer. En leuk dat je hebt gekeken. Doei!